Ik denk dat het vis is. Denk je ook niet? Nee. Spel verkeerd omgetekend. Dat is wel. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe quiz. En ik heb vandaag een hele leuke quiz voor mensen. Serieus? Ja, echt. Oh, is voor het eerst dan? Ja. Mensen, een duimpje omhoog, abonneer. En wat we vandaag gaan doen, ik heb YouTubers omschreven aan de hand van gewoon een paar puntjes. Mogen puntjes? 3 punten. Maar het zijn alleen maar moker-YouTubers, zie ik. Alleen maar moker-YouTubers. Okay. En als jij denkt, ik weet wie het is, druk. Maar is het mening of feiten? Nee, feiten. Als je Bartok zegt, is het ook goed als zo'n vis bedoeld wordt? Maar nee. Nee. Dat is wel goed. Oké. Okay. Maar maakt niet uit, ze zit er niet in. Bartok. Het is sowieso in. Dus als je drukt, moet je raden. Heb je het fout, mag die ander het volgende puntje lezen zonder dat die ander mag raden. Okay. Ja. Ben je er klaar voor? Het eerste puntje is 24 jaar. Een YouTuber, 24 jaar. Weet iemand het al? Druk het op. Zou realistisch kunnen zijn. De volgende. Meer abonnees dan Koen 2. Ik zie, wat zit je mee in je hoofd? Kan dus geen Matthijs zijn. Mick. Ready voor de derde punt? Ja. En de laatste punt natuurlijk. Laatste punt, echt al? Heeft een vette serie gemaakt met zijn vrienden waarvan geen één video meer views heeft gehaald dan 50% van zijn aantal abonnees. Een vette serie met zijn vrienden. Maar ik kan nu gewoon gokken, want dit is toch geen nieuw puntje. Dit is Calvin. Uitstekend, helemaal goed. Ja. Ik zou ook aan veel lagere categorie te denken dan dit. Hoezo, had meer subs dan Koen 2. Ja, oké. Okay. Come on, hè. Oké, de volgende. YouTuber 2. Klaar? Nee. Weet iemand dan? Heeft een tweede kanaal. De tweede. Wie heeft er geen tweede kanaal? Zijn best bekeken video is 6,3 miljoen keer bekeken. Dat is veel, hoor. Dat is veel, hè. Derde puntje. Ja. Niemand wil raden? Dit is een uitschietertje. Zijn Rolex is gestolen door Joey Craig. Ik weet het. Oh, nee. Ja. Uitstekend. 1-1. Ja. Heel goed. Hoe weet je dit trouwens? Dat laatste puntje? Nee, ik eigenlijk niet. Hoe weet je dit? Ik doe mijn dat die het me had verteld en ik doe jou het verteld. Oké, volgende. YouTuber 3. Is even oud als Raoul. Die is niet bijna. 32 alweer. Ja. Volgende punt. Heeft in het afgelopen jaar meegedaan in bankzitten video's? Ja. Mark. Fout. Oh, kom maar. Is Mark even oud genoeg? Ja, wel. Nu nog wel. Weet je het volgende puntje? Wil, ik krijg het gewoon toch? Heeft het toch fout? Raoul. Maar Mark komt... Uitstekend. De volgende. Maakt lijpe tracks. King. Heeft meer abonnees dan Milo plus Milo. Ja, dat is niet King. Nou, Milo, als je nu niet raadt, dan mag Mattie meedoen. Ja, weet ik, maar ik weet het nu niet. Okay. Dus als ik nu fout had, mag hij ook sowieso meedoen. Klopt. Oké, de volgende. Derde puntje. Houdt van koekjes. Houdt van koekjes? Ik vind het niet zo moeilijk. Ik zou het ook een beetje meer te linken. Sommigen. Ja, ik snap hem niet. Valt ook niet met mij. Ik schaam me kapot voor jullie. Ja. Klon idee, een liga. Heb je zoveel abonnees? Ja, 430k's. Huh? Je hebt gewoon weinig. Een liga. De volgende, hij had het niet verwacht. Bartok. Nee. Het moet een strikvraag zijn. Bartok heb ik niet opgezet. Steady 27k views. Ja, oké. Matthijs. Fishy. Ja, dat moet je altijd van die gemene foto's. Ja, dan moet je altijd fishy hebben. Kaal. Nou. 3 keer het gewicht van mij. Nog wel. Last van Velzen. Nee, YouTuber. Oh ja. Nou, wacht, die laatste zien. Ja, nee, bro. Ja, god. Dit is QC. Uitstekend. Yes, easy. Bedankt voor het zeggen. Ja, dat is gratis puntje. Oké, volgende. Zit in kaal. Okay. Voelt zich regelmatig gekleineerd. Rob. Ons Rob. Uitstekend. En heeft geen knietjes meer. Hij heeft nog maar 1 knietje, toch? Oh. Volgende. Beste Fall Guys speler van Nederland volgens zichzelf. Milo. Nee, kut! Nee, kut is King! Kom maar. Wordt enorm gecanceld volgens zichzelf. De King. Zijn beste kameraad voelt zich gekwetst. Het is de King. Goeie foto. Ja, goeie foto. Zet aan de straf, moet ik zeggen. Hey, poepslaaf. Hey. Hallo, wat is het? Nou, we zien het bijna lunchtijd is. Heb jij zin ergens in? Ja, ik wil dat je een taart gaat bakken. Een taart bakken? Houdt van kippen. Vaco nog. Let's go! Yeah! Vaco Gamers! Yo, Vaco Gamers! Lars hier! De volgende! Succesvol ondernemer. Grote. Nee, ik ga niet zeggen. Jij mag het zeggen. Jij zegt het maar. Ik wil ook eigenlijk niet zeggen. Nee, zeg het niet. Zeg het gewoon niet. Ja, nee, dank Koen, denk ik. Uitstekend. Hij is goed. Ik had nog andere punten. Succesvol tweede kanaal. Grappig. Staat altijd voor je kanaal. Ja, YouTuber nummer. 11. Vlogt regelmatig. Regelmatig, hè? Kunnen we bijna zijn? Regelmatig. Ja, regelmatig. Regelmatig. Gaat wel een... Nou, ik zie jou. En ik had dat nog niet Kai van de Weg. De volgende. Wekelijkse vlog met 300k views. Sowieso. Per vlog. Dat is echt veel, hè? Tweede punt. Het is geen man. Wekelijkse vlog met 300k. Godver. Monika Geuze. Een kind met een bekend persoon. Ja, dat moet ik ook zeggen, Je kan aan de hand van enkele vrouw zoveel views, toch? Nee, ik wist ook niet dat zij zoveel views haalde. Echt tant hoeveel. Volgende. Heeft veel kracht.
om je voet zit een... Heeft geen hamster. En zo knol. Sok. En die kracht. Knolpower. Ah, die snap ik hem, ja. Ja, die hebben we scriptisch, hè? Ja, die is scriptisch. Dat is erg leuk. Uitreken. Ja. En zo knol. Volgende YouTuber. Een flinke kwal. Mattie. Uitstekend! Laat ze haar krullen door de kapper en heeft Koen niks gegeven voor de tijdperk. En die space aan Nico. Von, houdt heel erg veel van game. Assistent. Nee! Oh, ik. Weer Mattie. Nee, kijk! Von, ik ben een meeuw. Don. Ja, goed. Oké, volgende. Heeft een leaseauto. Rob. Nee. Dat moet wel Rob zijn. Nee. Wie heeft er nou nog een leaseauto? Ik durf te gokken. Ja, hebben jullie alle vier al gehad. Heeft ruzie. Weet ik het wel. Ik weet niet. Oké, dan gaan we naar de volgende. Want zijn leaseauto werd gebruikt door zijn vrienden en hij moest alle kosten aardig. Aard. Quote. Aard. Fout. Nee, het is Aardos. Oh, was het aard? Ja. Oh, heb ik het zelf fout? Ja, wie dacht jij? Dat is John Quote. John Quote. Daar had hij ruzie mee. Aardquote. De volgende. Zinkt regelmatig. Nou, zou het hem zijn? Zou het hem zijn? Gaat niet ook. Weet niet hoe hij het zegt. Ik was eerder. Nee! Ik was sowieso eerder. Gelijk. Wat een punt. Nou, hoezo? Zo, want je moet er gelijk staan. Ja, we moeten gelijk staan, want er komt de laatste komt eraan. De volgende. Maakt alleen maar buitenland. Ja. Steven van der Vries. Fout. Hé? Mick. Fout. Oh, jammer. Hij speelt Fall Guys. Ja. Koen. Jammer. Chesto. Nee. Heeft wel eens gewebcam met iemand in deze kamer? Nee, ik doe niet mee. Ik zeg niks. Ik zeg niks. Ik weet het, maar ik zeg niks. Oké, ik wil toch winnen, Vuurtje. Ja. Oh mijn god. Van die Fall Guys? Ja. Zit er Fall Guys? Ja, ja, ik zag een video. Vuurtje? Ja. Hoe is de webcam? Oké, dit is de laatste. Twee punten. Oké. Okay. Oké, leuk. Spannend. De mindere versie van de bankzitter. Het bestaat niet meer. Sideman. Fout. Dat wilde ik ook zeggen. Nou, laten we zien. Onterecht talpakcontrole. Oh. Stuk TV. Meneer de Mol, als je dit kijkt, wij zijn echt leuk. Kon ook gierig, TV, kon goed gedaan. Kon ook gierige gasten kon zijn. Kon ook gierige gasten zijn, ja. Godver. Wat een terechte winnaar. Ook al hadden we één punt gedaan, had Matt ook gewonnen. Maar Milo, goed meegespeeld, jongen. Uitstekend gedaan. Mensen, bedankt voor het kijken deze video. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Ga jij een Gieltje doen? Naar Istanbul? Istanbul? Ja, kan wel. Okay. Istanbul. Istanbul! Lekker implantaat in hoofd, zet hen! Nee. Ja, dit niet verwaard. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Ork, ork, ork. Een soep eet met een vork. Fout. Een soep eet niet met een vork. Maar de juiste antwoord is lepo.